Hoe ziet het leven na de zaak eruit? En vooral, wat doe je met het geld dat je ontvangen hebt? Vragen die ondernemers bezighouden en waar ABN AMRO Mees Pierson de antwoorden heel graag op wil geven. Bij mij te gast, Teun Dion. Teun, van harte welkom. Ja, dankjewel Ronnie. Um, je bent vermogensplanner hè? Dat klopt. Wat, wat doet die? Uh, wat wij doen is, wij helpen onze klanten om inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Uh, dan met name de, de groep waar we het vandaag over gaan hebben. Ja. De, de, verkopers die, uh, of de ondernemers die gaan verkopen. Uh, ja, die gaan toch van een situatie waarbij ze weten... iedere maand verdien ik geld naar een situatie van... ik heb vermogen ja. en kan ik daarmee doen wat ik wil doen. Wat is vermogen? Wat is vermogen? Nou, uh, um, ik... bedoel wanneer wordt, het, wanneer wordt iets vermogen en wanneer ja. is het gewoon lekker veel geld? Hè? Ja, ja, ja. Nou, ik denk uh, vermogen ben je op het moment dat het uh, geld uh, overstijgt... Uh, dat wat je nodig hebt om je basis... Uh, mee te voldoen. Dat zijn allemaal relatieve begrippen. Ja, dat zijn relatieve begrippen. Want, want, dat, ja, dat, want iedereen doet de basis op zijn eigen manier. Dat klopt, dat klopt. Ja. Maar hetzelfde geldt ook voor uh, rijkdom. Rijkdom is ook niet uh, mm -hmm. een geldbedrag als je daarboven zit. Ben je rijk? Iemand met heel veel geld kan heel arm zijn en iemand met heel weinig geld ja, kan heel rijk zijn. Snap ik. Maar als we het hebben over vermogende ondernemers. En we kijken naar jullie portfolio bijvoorbeeld. Dan is het vanaf hoeveel hebben we het dan over? Nou, wij, hè, bij ABN Amro Spierson hanteren ja. een grens van 500.000 euro, vrij besteedbaar vermogen. Oh, dat is al vrij snel. Dat is al vrij snel, ja Aha. dat klopt. Ja, want dat is toch, nou ja, het is toch ook al. Het is best veel geld ja, ook al. Ja, ja. Dat klopt, dat is ja. zeker waar. En veel van de ondernemers die wij spreken, die, uh, die zitten daar ruim boven. Ja, 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 ja. Uh, maar het is toch uh, goed om uh, in, bij al die groepen te kijken van wat zijn de wensen, ja. wat willen ze nog doen in ja, hun ja, leven... Precies. en is dat financieel haalbaar. En voordat we daarover door gaan praten, is het niet frustrerend... en nou dan neem ik aan dat jij echt ruim betaald wordt, hè, door, maar ik vroeg me dan wel af... als je nou elke dag, hè, hmm. ben je met dat soort gasten bezig... rij je wel eens naar huis of fiets je wel eens naar huis en je denkt van... damn, weet je wel, dan ga ik weer <laughs> met, 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 met mijn salarisje. Uh, is dat nou, niet, niet moeilijk? Nou, het valt mee mee. Ik, ja? ik heb heel leuk werk... en ja? ik mag al deze inspirerende mensen dan ook spreken. Uh -huh. Af en toe heb ik wel zoiets van, uh, vooral als ik iemand spreek... Die jonger is dan ik, en ook veel jonger is dan ik. Ja, ja, ja. Die, uh, die iets heel moois heeft neergezet. En, uh, en daar uh, <laughs> nou ja, heel veel geld aan heeft <laughs> Ja, je Dan krap je, je wel eens achter de oren en wat doe ik fout. Heb ik toch iets verkeerd gedaan? Ja, ja. Uh, maar nee, ik, uh, ik ben heel blij met mijn, uh, met mijn werk. Uh. En dat ik op deze manier met dit soort inspirerende mensen mag uh, samenwerken. De, is dat een, uh, een trend die je ziet? Dat veel jongeren, laat ik zeggen, wat, wat kenmerkt. Een, de, jouw groep ondernemers, wat zijn dat voor mensen? En zijn dat bijvoorbeeld nu meer jongeren gezien de ontwikkelingen die we om ons heen zien met internet en tech en zo? Wat is dat voor een groep mensen? Nou, zeker waar wat je zegt. Want uh, waar voorheen het vooral de, de, de pensioengerechtigde leeftijd op ging, uh, ja. de, de verkopende ondernemers, zien we nu veel meer uh, jonge, uh, zeer jonge ondernemers ja. die, uh, die een onderneming verkopen. En soms dat al een paar keer hebben gedaan zelfs. Um, en, en ook een groot verschil tussen die groepen is... Hè, de, de, de pensionado die wil daarna lekker rustig aan doen. En bij deze ondernemers zie je toch wel... Uh, één fase afgerond, we gaan weer door naar het volgende uh, ja, ja. project. Ja, ja, die vinden het gewoon leuk om te ondernemen. Serie ondernemers. ondernemers. Ja, ja, serie ondernemers. Ja. Um, wat, wat zijn karakteristieken van dat soort? Je ontmoet er heel veel. Mm -hmm. Wat, dat is ook leuk voor zeg maar, ondernemers die nu zitten te kijken... en die denken van, ja ik zou wel naar dat niveau toe willen. Ja. Wat zijn karaktereigenschappen die je er zo uit kan pikken... dat je denkt, van, die kom ik wel veel tegen. Die doen het wel goed, zeg maar. Die doen het wel goed. Nou Dat zijn hele gedreven mensen. Ja. Dat wordt ze je vaak horen in deze serie. Maar gedreven door? Um, nou ja, ik, ik zie het meer als een soort van energie die ze, die ze hebben. Mm. Uh, een energie die ze steken in, in dingen waar ze gepassioneerd over zijn... Um, en uh, het is niet zozeer dat ze iets doen om daar heel rijk mee te worden. Dat is de, daarna gekomen. Bij, geldt dat voor allemaal? Niet voor allemaal. Dus er nee. zullen er ook bij zijn die uh, echt wel. Uh, erin vinden, die morgen, zien nee. een gat en daar kan ik heel rijk mee worden. Ja, ja. Um, maar de echte ondernemers die iets creëren, die doen iets vanuit een, een behoefte die ze zien of die ze zelf voelen. Huh, want er gaat iets, er mist iets, ze willen iets creëren. Ja. Uh, en dan met de, de handelsgeest die ze hebben, om dat dan ook. Naar een hoger niveau te tillen. Zijn het altijd ondernemers met grote bedrijven, veel mensen? wat veel... karakteriseert de eens wat voor soort bedrijven het zijn? Uh, ja, variërend. Dat kunnen grote bouwondernemingen zijn, ja. met, met honderden of duizenden mensen. Ja. Uh, maar er zitten ook hele kleine bij. Hè? Met name als je kijkt ook in die, in die tech sector en de IT sector. Uh, ja, dat zijn soms hele kleine clubjes die een, een meesterlijk idee hebben ontwikkeld, wat op grote schaal uitgerold kan worden met weinig mensen. Mm. Dus dat is weinig uh, arbeidsintensief werk, uh, maar wel een, een, een heel goed idee wat breed toepasbaar is. Wat zijn valkuilen waar ondernemers die je misschien spreekt, waarvan je denkt: oeh, pas daar nou mee op of dit ja. gaat fout? Of... Nou ja, de, ja, bepaalde dingen. Uh, soms heb je, als we het wel richting de, de familie uh, ja. overdracht hebben, hè, naar de volgende generatie. Um, er zijn manieren om dat uh, op een, op een, nou ja, op een net, nette manier te doen. Uh, en daarbij is het wel uh, zaak om daar tijdig mee te starten. Met familiebedrijven verkopen? Ja, ja, ja. ja. Of, of de overdracht binnen dat, de familie. Dat ligt natuurlijk heel gevoelig. Dat ligt heel gevoelig. Ja. En, en soms worden die beslissingen wat snel genomen. En nou je ja, wilt het op een, op een nette manier doen. En volgens alle regeltjes die ervoor gelden. Uh, ja, dan, dan moet er soms uh, een, een, een soort van herstructurering eens plaatsvinden. Ja. En dat zijn dingen waar termijnen aan zitten verbonden. Dus je moet tijdig beginnen. Dat okay. is het belangrijkste. Oké, okay, dus, dus daarmee zeg je eigenlijk al, kom vroeg genoeg... Uh, ga vroeg genoeg nadenken over een eventuele exit of verkoop van je bedrijf. Zeker weten, zeker weten. Ja, mm. ja, ja. En, en als nou een ondernemer bij jou aanklopt hè, en die zegt van... nou, ik denk daar een beetje over na, misschien is het ooit eens een keer zover. Nou, wat, waar, wat, waar begin je dan mee? Dan pakken we een bak koffie en dan? Ja, ga je ja. Dan allemaal... nou, daar beginnen we mee inderdaad. Ja? Wat ga je dan allemaal vragen en doen? Nou, allereerst natuurlijk, wat voor onderneming is het? Ja. En, en, en nou ja, wat, wat is toch de, de, de visie van zo iemand? Hè? Wat, wat zijn zo lange termijn plannen? Wat wil die graag? Ja. Um, hè, is het juist de bedoeling dat dat in de familie blijft? Of is het de wens om, daar, uh, om de familie daar niet mee te belasten? Hè, ja. letterlijk? die woorden die hoor je wel eens. Aha. Uh, en dan kijken, oké, okay, op wat voor termijn zitten we dan aan te denken? En wat is er voor nodig? En welke stapjes om bijvoorbeeld aan die voorwaarden te voldoen... moeten er gezet worden en op welk moment? Hmm. En door dat een beetje inzichtelijk te maken dan kan er tijdig op gehandeld worden. En wat moet je nog meer doen? Voor, en dan heb ik het even over voor de verkoop. Als je nou niet over familiebedrijven, maar ook gewoon over andere ondernemingen. Wat zijn allemaal stappen die je sowieso moet zetten om je klaar te maken voor? Nou ja, er zijn natuurlijk de zakelijke dingetjes. zie nou, je misschien in een herstructurering een stukje van het vermogen achterhouden? Wat je vaak ziet is dat een bedrijf wordt verkocht, maar dat bijvoorbeeld de panden achterblijven. Om, uh, om toch een stukje inkomen te hebben na, ja. na de verkoop. Ja. Uh, maar ook heel belangrijk is na te denken over wat komt er na komt. Want, want soms is het, uh, nou ja, makkelijk is het niet, maar uh, heel verleidelijk om je helemaal vast te bijten op dat moment, he, de ja. eindstreep, de verkoop. Ja. Ja. En dan? Is er een zwart gat? Zeker. Ja? Voor sommige mensen is er een heel groot zwart gat. Hoe ziet gat. dat eruit schets dat is? Nou, het Zwarte Gat kan eruit bestaan mensen die iedere dag vol passie naar hun uh, zaak gingen. Uh, en daar trots op zijn en daar iets prachtigs hebben neergezet. Ja. Uh, ook een zekere aanzien daarbij uh, uh, krijgen, ontvangen ja. van, van, van mensen om hun heen. Uh, en dat, nou ja, dat kan nog wel eens minder worden. op het moment dat je zelf bent teruggetreden. Uh, dus nou ja, dat, soms zie je dat mensen moeilijk kunnen loslaten. Uh, vooral als een bedrijf binnen de familie blijft... dan zie je senioren nog wel uh, dagelijks over de vloer komen. Uh, en dat, nou ja, ik denk dat het goed is om daar goede afspraken over te maken met je opvolgers. Moet je ook een bedrijf anders gaan runnen als je het richting een verkoop wil brengen? Nou, niet per se anders. Er zijn wel aspecten waar je over na kunt denken. Hè. Bijvoorbeeld het, nou ja, een beetje het opschonen van de, van de BV. Dat je dus alleen erin... Uh, ik noem BV maar in de onderneming dingen ja. die je echt wilt overdragen. Ja. Uh, maar denk ook aan een stukje verduurzaming van het bedrijf. Hè? Want door, uh, door uh, duurzaam te ondernemen, of in ieder geval die, die richting op te gaan... dat kan uh, ook de, de verkoopprijs van ondernemen. Bedoel je met duurzaam echt maar milieugericht... of duurzaam in de zin van lange termijn planning? Ook beide, ja. Ah. Ja, ja, absoluut. Oké. Okay. Um, en hoe is het gesteld met het, het, zeg maar, het inzichtelijk hebben van je... Van je bedrijf en het verduurzamen van je bedrijf. Als je kijkt naar alles wat er bij jullie op de koffie komt, zeg maar. Hoe, mm. hebben, hoe hebben wij Ondernemend Nederland dat geregeld? Zijn we een beetje netjes daarin en zo? Oh, ja, zeker. Zeker ja? netjes. Ja, en dat, dat, dat zie je ook wel terug. Want nou goed, de klanten die wij dan spreken zijn toch dat zijn geen, niet hele kleine ondernemingen. Nee. Um, ja, dan zie je toch wel dat de zaken wel goed op orde zijn. Mm. Uh, maar her en der zijn er nog wel wat verbeterpunten. Um, Zoals? Nou, wat we net over hadden, bijvoorbeeld met een stukje verduurzaming, wat, wat, wat kan spelen. Um, en, die, uh, en dat het dan met name gericht op die overdracht, zorgen dat je de, 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 de wettelijke basisvereisten allemaal netjes op een rijtje hebt. Dat je niet tegen allerlei nare dingen aanloopt op het moment dat je echt uh, zo ver bent mm. uh, om de verkoop of de overdracht in gang mm. te zetten. Hoe vind je de juiste koper? Kijk, bij kijk familiebedrijf ligt dat misschien wat anders, maar als je hebt over een normale onderneming, zeg van nou, ik wil mijn bedrijf verkopen, ja, ja. Hoe, hoe doe je dat? Nou, dat is lastig, want het ja. is niet dat je even een advertentie zet van uh, te kopen, nee? uh, uh, mooi bedrijf. Nee. Het zou best kunnen, maar. Uh, Beetje zwakte bot misschien. Nou, ja, dat, ja, dat wil ik ook niet zeggen, maar ja. ik weet niet dat je dan per se met de juiste mensen in contact. Komt. Nee, maar hoe doe je dat dan? Nou, wat je natuurlijk wel veel ziet, ondernemers die in een bepaalde sector werkzaam zijn, die kennen ook andere ja. bedrijven die in die sector werkzaam ja. zijn. En vaak wordt er toch op die manier wordt er al uh, gesproken met elkaar. En wat we ook heel veel zien, is dat grote equity-partijen instappen in, in bedrijven. En een deel, of een, uh, het grootste deel, of alles overnemen. Uh, en daar zijn ook wel weer uh, nou ja, partijen zoals De Bank. Uh, die, die, wij hebben wel connecties. Uh, maar ook andere bedrijven die daarvoor. Uh, uh, nou ja, bij kunnen helpen. En, en zitten daar nog voor- en nadelen aan? aan wie je, of je nou aan een private equity club verkoopt... of je verkoopt je bedrijf aan een, een echte ondernemer... met een familiebedrijf. Echt, met een, weet je, is is er daar verschil tussen? Kun je daar op adviezen of is dat echt afhankelijk van wat je doet? Dat is het. Het hmm. is heel erg afhankelijk. Wat je wel vaak ziet op het moment dat echt een investeerder erin stapt... van een equityfonds... Ja, die willen toch wel graag dat de ondernemer zelf... nog betrokken blijft een aantal jaar bij de zaak. Ja. Want die heeft iets moois neergezet... en ze ja. willen graag dat hij of zij daarmee doorgaat. Um, nou is dat iets wat je zou willen? En dat kan wel meespelen bij die overweging. Is dit een, een mogelijke koper? Ja, precies. Of niet? En is het van? Aan de ene kant hoor je vaak positieve verhalen van ah, de, de, de vent zijn tent, hè, of de vrouw is tent, maar dat rijmt mm -hmm. niet. Ja, ja. Nee, maar maar de, de, hoe, dat vind ik ook vaak gaaf om te zien. Maar tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat dat een nadeel is als je de tent wil verkopen, toch? Zeker. Ja, dat die ja, te veel ja. aan jezelf vasthangt. Als dat uh, een, 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 een tent is die valt en staat bij de vent, ja, uh, ja als die eruit stapt, wat blijft er dan over? Precies. Dus, maar dat is iets wat. wat al ver voor de overdracht, wat mij betreft, een, een aandachtspunt is. Oké, okay, maar zitten jullie dan ook al aan tafel? Als ja, MSPL. Het meest... het ja, 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 zeker. Want... Dus dat is ook een oproep die je zegt van kom snel genoeg? Of ja, kom... ja, ja, dat ze ja, niet ja. al komen van, hé, hey, ik heb een koper... en dat je dan eigenlijk veel te laat met de dingen begint die je moet doen. Maar ook met allerlei on onvoorziene omstandigheden. Stel dat een situatie van arbeidsongeschiktheid intreedt... of onverhoopt overlijden zelfs. Hoe heb je dan de continuïteit van je zaak geregeld? Hé, hmm. hey, en dan heb ik vermogen... En dan zeg ik, uh, nou uh, Teun, wat moet ik nou gaan doen? Ja, nou, dan ik... vraag ik, wat wil je doen? Ja, uh, gewoon nog meer geld ervan maken. <laughs> ik weet ik veel, wat, wat, doet, wat zegt een ondernemer dan? Ja, Want nee, wat ja, kun ik, je allemaal gaan doen dan? Nou, nog meer geld, dat, is, uh, ja, dat lijkt me geen doel op zich. Je oh. moet echt, en daarbij kunnen we natuurlijk wel helpen om te achterhalen... Ja, wat wil je eigenlijk? Nou, ja, hangt ervan af welke fase van je leven je zit. Maar ja. wat wil je doen met de rest van je leven? Hè? Dat klinkt heel groot. Maar, maar Schets is een breed palet aan ondernemers waar jij mee werkt... en die, die vermogend zijn geworden. Pa Pak er eens een paar grote... Zeg maar, partijen uit van. Dat is een richting die je veel ziet. Dat is een richting. Wat doet, wat doet ondernemer Nederland met hun vermogen? Ja, wat ze doen. Nou ja, allereerst is het zaak om te kijken van. wat voor levensstijl wil je en is het vermogen daarvoor voldoende? Ja. Dat is uh, nou ja, eenvoudig is het niet, maar het is wel inzichtelijk te maken. Hè? Met ja. allerlei aannames kunnen we daar wel een prognose van maken. Uh, en dan is het kijken ook. ja, met al die tijd en energie en geld wat je hebt, wat ga je daarmee doen? En ja. sommigen die, die gaan de kant op van meer de filantropische kant. Dus die willen wat teruggeven aan de wereld. Oh ja, maar we een, een beetje ongeving. teruggeven als je, je eindelijk vermogen bent geworden. Ja. Dat, nou, dat zie je veel. Nee, dat is een grapje. Ja, dat, zie je veel, dus dat zie je veel. Maar natuurlijk ook voor jezelf. Want ja, je vindt het misschien leuk om, om iets te gaan doen met het geld. waardoor je wel een rendement behaalt. Ja. Vormen van beleggen. En, en is dan bijvoorbeeld duurzaamheid een, een aandachtspunt van je? Of, of weer maximaal rendement? Weer er heel intensief mee bezig zijn. Wil uitbesteden? Uh, wil je toch uh, eindelijk dat huis in, uh, in uh, Frankrijk uh, eens een keer kopen? Uh, of ga je geld steken in, in, in een kunstcollectie of antieke auto's? Uh, dus dat zijn allerlei aandachtspunten die, uh, die, die kunnen spelen. En wat we ook wel veel zien is ondernemers, uh, waarbij je toch een beetje blijft kriebelen, uh, die met hun netwerk en kennis en geld meer willen doen. Die willen weer een vorm van ondernemen. Ja. Uh, en daar zijn ook wel mogelijkheden om bijvoorbeeld... Uh, je, je expertise ter beschikking te stellen aan kleinere bedrijfjes... die in, ja, ja. in de scale-up fase zitten. Om daar uh, nou ja, een coachende rol uh, ja, ja, te spelen. Ja, wellicht een combi met en uh, geld erin stoppen... Zeker. maar ook zelfs ermee bemoeien. Zeker, zijn, als... dat, je, dat de verkoper ook een stukje weer koper wordt van een bedrijf. Mm -hmm. En dan vervolgens met zijn of haar kennis en expertise... ervoor gaat zorgen dat daar een mooie groei gaat plaatsvinden. Hoe bepaal jij nou uh, vanuit Mees Pierson wat de beste route is? Dat is best lastig lijkt me. Want je hebt zoveel mogelijkheden. Klopt, klopt. En daarom is dat gesprek zo belangrijk. Hè, het is niet zo dat we een draaiboek open doen van nou 1, e, we, uh, ja. we gaan het over dit hebben en dan over dat. Dat is gewoon het gesprek. Het, het, het constante gesprek hebben met de ondernemers of de verkopende ondernemers. Uh, om samen, maar vooral de ondernemers zelf, daarbij de, de middelen te geven om zelf. Te achterhalen van nou ja, waar voel ik me goed bij. En concreet, hoe geven jullie dat dan even gewoon een expliciete vraag? Hoor. Maar krijg ik dan, is dat uurtje, factuurtje of doen jullie dat gratis als ik mijn klant ben bij jullie? Of hoe werkt dat dan? Zijn jullie? Uh, moet ik meester Teun de Jong betalen? Of uh, ja, indirect? Uh, nou, dat, dat hangt ervan af. Wij hebben dienstverleningen die betaald zijn. Ja. Uh, maar. Zo'n oriënterend gesprek, dat, hè, daarvoor kun je ons altijd bellen. Daar sturen we ook geen factuurtjes voor. Ja, ja. Um, hè, er zijn wat ik al zeg, betaalde dienstverleningen. Ja. Vanuit die vermogensplanning? Vanuit die, nou ja, de, de, wat daarna komt dan. Oké, okay. maar noem eens wat. Ga je beleggen, ja. hangt er vanaf wat voor vorm van beleggen je hebt. Uh, maar op het moment dat daar adviseurs bij betrokken zijn... of op het moment dat we dat helemaal uit handen gaan nemen... Mm. Ja, dan is er wel sprake van dat het een betaalde dienstverlening is. Mm. Op het moment dat we je gaan helpen met advisering over testamenten... en, en vermogensoverheveling actief naar bijvoorbeeld je kinderen... Mm. Uh, dan is dat ook een betaalde dienstverlening. Mm. Maar de gesprekken waarbij we die oriëntering uh, laten plaatsvinden... dat is gewoon onderdeel van onze dienstverlening. Zijn er wel eens ondernemers die spijt hebben... Van de verkoper Ja. Uh, dat, dat zal er zeker zijn. Hm. Ik heb er uh, niet recentelijk uh, nee. uh, ondernemers gesproken, maar ik kan me goed voorstellen dat mensen dat, uh, dat hebben. En dat, dat kan ik me ook voorstellen. Of, uh, dat is een voorbeeld uit het verleden. Uh, daar is toen verkocht en later ging het slecht met de zaak. En toen is die ondernemer, die heeft toen de zaak weer teruggekocht, ja. omdat het hem zo aan het hart ging wat ja. daar gebeurde, dat hij daar weer. ...nieuw leven in wilde blazen, ja, ja, ook mooi. Ja, ja zeker. Ja. Maar dan zie je toch wel die, uh, die betrokkenheid hè, die passie uh, waar ik het over had. Ja. Zelfs na de, de verkoop, het niet uh, de, ge de gedrevenheid zeg maar. Zeker. Ja. Ja, ja. Hey, um, en uh, tot slot, hè, want ik, kan natuurlijk, ik ben straks vermogend, hè, stel even, en dan kan ik natuurlijk uh, naar jullie gaan, maar er zijn natuurlijk een heleboel andere banken en zo. Hè? Mm -hmm. uh, en waarom, waarom zijn jullie dan zo'n goede bank? Nou, A, omdat we uh, enorm veel expertise in huis hebben. Mm. Al, die, al die onderwerpen die ik noemde, hè, of het nou over filantropie gaat... of over informal uh, investment noemen we dat dan... Hè, als je yeah. uh, van, de, van de, de, de groeiende bedrijven wilt yeah. ondersteunen met geld en expertise... Uh, gaat het om uh, je kunstcollectie, hè? de specifieke verzekeringsvraagstukken die daarbij spelen, en het inzichtelijk maken van je eigen vermogenspositie, en dus ook de vermogensoverheveling naar de volgende generatie? Dat zijn allemaal specialisten die we in-house hebben. Hm. Dus je kunt zeggen: een one-stop-shop. Waarbij je eigenlijk voor al die vraagstukken terecht kunt. En daarin zijn wij als ABN Amro Spearson toch wel uniek in de markt. Ja? ja. En bij jezelf nog eigenlijk voor plan, heb jij nog ambities? Want je bent natuurlijk heel intelligent, je hebt rechten gestudeerd, je hebt meester voor je naam staan. Heb jij nog ambities om zelf een keer vermogend te worden? Uh, uh, nou ja, <laughs> <Geen comment sometimes. laughs> <akoalaẩy> ik zou uh, zeggen geen commentaar. Ik vind uh, mijn, mijn werk wat ik doe vind ik heel leuk. Ja. En, um... Nou ja, wat ik in het begin al zei, vermogend is wel een relatief begrip. Dus uh, ja. ik heb niet uh, enorme uh, wensen op financieel gebied. Dus nee. uh, ik, ik vind mezelf wel redelijk vermogend. Heel goed. En dat zit hem mee meer dan alleen maar in geld. Dat is klopt. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, ik bedankt. Dank je wel voor het kijken naar dit gesprek. En mocht je zitten te luisteren naar de podcast, bedankt voor het luisteren. Dag. Dit was een interview met Teun de Jong uit de serie Leven na de zaak. Aangeboden door de experts ondernemersvermogen van ABN AMRO Meespierson. Wilt u weten wat de experts ondernemersvermogen voor u kunnen betekenen? Ga dan naar abnamromeespierson.nl en maak een afspraak.